Rijksmonument uit de jaren 30. Het is gebouwd ter ere van Doris Rijk, een beroemde redder op zee. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stalman van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stalman van de Werf. En het is vandaag zaterdag 12 september en het is nu 13 uur, zeg ik dat goed nu? 13 uur 41, ja bijna 42 of zo. En waar zou ik nou zitten? Ja, bij mijn lieve moedertje. Ja. Doei! En ja, ik zit nu lekker aan een watertje, straks eventjes misschien even een croissantje halen of zo bij de Appie Heijn. Zo weet ik veel, ik vind het allemaal best. Maar ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik sta dus nu weer gezellig en bij mama's. We gaan dus eerst even nu naar de deken, want ik wil eventjes croissantjes halen. Ik wil gewoon croissantjes hebben. Yep, en dan haalt Roderick mij gewoon weer vannacht lekker op. Ja, dan vind ik het helemaal prima, ik ben gewoon nog moed. Ja, zo. Dus, nee, komt wel goed. Mama, die gaat lekker op de boost. Ook leuk op de boost. Weet je nog niet hoe en hoe haar boost eruit ziet? Nou, die ziet er zo meteen zo uit. Dat is grappig. Draan, hitske, kijk. Niet. De gevaar op de weg. Net een vrachtwagen. Net een vrachtwagen. Ja, is toch handig? En net een vrachtwagen, dat is leuk, toch? Ja. Het leuke is, die van Mary heeft ook zo een, maar die piept niet. Ja, maar deze lekker wel. Ja. Lekker handig, toch? Horen ze u tenminste aankomen? Ja. Ja. Die moet dicht. Dus, nou, wij gaan er eventjes tussenuit. En als we zometeen, nou ja, ik doe gewoon even een klein rondje mee. En daarna ga ik ook zometeen dan weer lekker naar Iloontje toe. En dan zie ik het allemaal wel. Hoe groot deze vlog weer wordt. Een beetje moedjes. Ja. Ja. En het zonnetje schijnt lekker. Heerlijk. Heerlijk. Ja, dat is zo. Dat is fijn. En zo ben je even van de ene straat naar de andere straat aan het lopen. Wat heb je hier nou? Kolonje. Daar dan? Weet ik veel. Ja, iets van die trant. Oh, daar stond Oude Kolonje, maar en hier stond ook iets. Ja, dat weet ik. Maar wat weet ik even niet meer. Ik vind het allemaal prima, mam. Ik vind het allemaal best. Ja, ik wel. Nee, maar van de ene straat naar de andere straat. En waar ben je dan weer? Hier. Ja, voorheen was het allemaal niet zo makkelijk. Toen moest je echt moeite doen om in de binnenstad te komen. Nou ja, we gaan nou niet naar de binnenstad, maar we gaan gewoon even rondje doen.
Reddingsmonument in Den Helder. Het is een rijksmonument uit de jaren 30. Het is gebouwd ter ere van Doris Rijkers, dat is een beroemde redder op zee. En men heeft besloten om het monument te wijden aan alle redders op zee. En het is een prachtig monument. Het is ontworpen door de beroemde architect van de Amsterdamse school, meneer Kramer. En het is ook, we zijn ook heel blij dat de oorlog heeft overleefd. En het is een hele. Als je bovenin staat, dan kun je over de dijk heen kijken. Dat is natuurlijk, oh, wow. Blijft natuurlijk het mooiste van Den Helder. Oh, wauw. Dus Open Monumentendag, kom allemaal kijken. Morgen kan het ook nog. Nou, hartstikke mooi. Ja. Hartstikke mooi verhaal. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Okay, als voor de info. Ja. Zo. Ga ik lekker eerst even hier een beetje erop zitten. Ja, moet daar in de zin. Ja, als ik erbij mag. Zo nu. Kijk, doe ik het lekker moeilijk. Maar ik kom er wel in. Zo, ik ga een... Zo. Nee, dit had u niet getrokken, nee. Zo.
hartstikke idee, hoe laat jij? Ik ga het geluid trotseren, jongens. Mag ik jou filmen? Ja? Mama, waar ben je? Wauw. Wauw. Echt. Dit is magnifiek, echt waar. Ja. Het is wauw. Alleen op zo'n klein kruipgaatje waar je doorheen moet. Ik ga weer naar beneden. Dan moet ik weer kruipen. Ja, dank u. Zo, en dan ga ik weer naar beneden. Het is stiekem mooi. Klem. Even mijn zonnebril goed opzetten. Jeetje, Mita. Wenteltrapje. Ik kan helemaal niks, maar oké, maakt niet uit. We komen er wel. Dat is heel krap hier. Ik heb benauwd dat er ooit mee gemaakt. Hè? Ik heb nog krapper dat er ooit mee gemaakt. Meen je niet? Oké. Okay. Ja, ik vlog, dus... Oh, dus je komt nou ook op en op YouTube terecht. Oh, ja. Dus ik weet niet of jij je telefoon bij de hand hebt. Die heb ik zeker. Dan ga ik even mijn naam even doorgeven.
vandaag. Ga je afsluiten? Ja. Oké. Okay. Ja, hoe lang heb je dan hierop lopen pingelen dan? Pingelen? Nou, ja. Spelen. Spelen, mag ook. Vanaf hoe laat al? Van 10:30. 10:30 tot 12:00. Ja. En dan een kleine pauze. Dan vanaf 2:30 tot 3:00. Oké. Okay. En dan nu is het afgesloten. Yes. Mooi, yes. Doe je goed. Ja. Ik vind het al helemaal niks. Het is ja, zo. Een wenteltrapje. Als je maar niet valt of zo, weet je? Nee, dat is gevaarlijk hier. Ja, daarom. Er zijn trappetjes die, die nog gevaarlijker zijn dan deze. Deze is op zich wel gevaarlijk. Ja, oké, okay, maar teruglopen. Ja, dat is een. Dat is even een uitdaging omhoog, is niet eens erg. Ah, ik loop lekker rustig. Kijk, jij bent het gewend, ik niet. Dat zeker. En dan moet ik dus weer daar doorheen. Maar de laatste kleine paar treetjes en dan ben ik er weer. Dan ben ik er alweer. Er staan een paar gevachten. Sorry? Er staan een paar gevachten. Ja, maar het is gesloten. Ik was de laatste. Zo. En dan ga ik hier weer doorheen. Kruipruimte. Ja, ik had de camera ook wel naar beneden willen hangen, maar hij wou niet luisteren naar mij. Niet, dat is jammer. Hartstikke leuk. Ik ben er weer. 1, 2, 3. Ja hoor, dat gaat. Nou, dan kom ik ergens aan mijn mama. Wat zie ik dit? Vermoord in Auschwitz, jeetje. Een heel eind verder. Je loopt rechtdoor. En dit gebouw dus. Stond dus exact waar ik dus nu sta. Ik ga even een beetje naar achteren lopen. Uitkijken voor autootjes. Tralali, tralala. Die stond dus echt precies hier dus. Hoe bizar is dit? Echt heel bizar dit. Ik zal nog even beter laten zien. Dus dit gebouw. Ik heb net even gebeld met Iloontje, want dat is wel leuk. Een van haar kinderen die kwamen thuis en van de voetbaltraining was van, nou doe eens even stil, want ik eigenlijk ligt nog te pitten. Jammer joh, lag ik even niet meer te pitten. Was ik alweer lekker in bij mijn mama. Dat is leuk. Dus nu gaan we dus even naar de XL Albert Heijn hier. In het dorp. Dus, en het is geen stad. Nee, het is een dorp. Ja, het is een dorp. Mama heeft het vandaag nog zelf gehoord ook. Ik ga over het fietspad, dat is makkelijker. Even kijken of... Ja, kijk, hier kan nu makkelijk langs, hoor, man. Kleur ik het stoeltje wel even aan de kant, kijk. Hartstikke idee. Kleur ik het stoeltje wel aan de kant, hoor. Ja, ben ik heel makkelijk in. Dus, nou gaan we even naar de Albert Heijn. Ik zal lopen. Nou, ik zie al de vlaggen. Dus dat is de binnenstad, alleen het is geen binnenstad meer. En hier hebben we de Bolder. Ja, en daar hebben we Centraal Station. Ja, en daar hebben we mama lopen. Lopen. Oh my. Mama lopen. Ja, 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 ja. Daar hebben we mama rijden. Oh, oh, oh. Ik door de bocht. Oh, mama lopen. Ja, ja. Prima. Best. Oh, oh, oh. Karin door de bocht. Moet kunnen. Nee. Eens even kijken wat we vanavond gaan eten. Ben benieuwd. En daar, met die blauwe vlaggen, hebben we dus de Albert Heijn alweer. Ja. En jullie komen er allemaal heel mooi op.
Jee, leuk, 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 leuk. Maar daar moeten we dus wezen. Bij die blauwe vlaggen. Nou. Mama loopt niet naast me, maar rijdt nog naast me. Ja, nog steeds. Ik vind het wel leuk. En dat ik net eventjes een beetje lekker en door de bocht ging met dat ik zei van mama die loopt achter me. Nee. Ja. Is handig toch? En dat u toch loopt, maar u rijdt in uw booster. Ja. Ja, goed toch? Ja, dat is heel goed. Ja, je staat mooi op, vriend. Dus, nee. Dus, ach ja, hey, een tikkie voor Roderick en Zeejad. Hey, dat is handig.